In juni gaan we een zomersingle uitbrengen. Dat is een liedje uit de theatervoorstelling die niet op cd staat. Dan weet ik dat het zomer is. Heet die voorlopig. Maar we gaan volgende week de studio in om hem op te nemen. Er komt een ontzettend leuke videoclip bij. Die gaan we ook over 2 weken opnemen na de Alpe d'Huez. En dan er komt gewoon een lekker vrolijk zomers barbecue en bierliedje aan. Tussentijds is het festivalseizoen. Met dit jaar wel een heel leuk festival waar jullie voor het eerst staan. Ja, het mocht er een keer van komen. We staan 16 juli op zondag op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Dus dat is iets om naar uit te kijken hoor. En al die jaren Pater Moeskroen, is dit de eerste keer? Ja, dat klopt. Want voorheen viel onze vakantie altijd net in het festival. Dus we hebben nou gezegd, jongens, we passen de vakantie aan. Dus we gaan er nu gewoon keihard naartoe. Is dat iets waar iedereen erg naar uitziet? Ja, zeker. Ja. Evenzeer als naar een ander festival. Want als we spelen, dan spelen we voor 100%. Maar ja, de Zwarte Cross is ondertussen zo legendarisch geworden. Dat wil je toch gewoon een keer geweest zijn. Ja, voor de rest heel veel festivals. Popconcerten, braderieën, dorpsfeesten. Ik kan zo gek niet bedenken. In de winter gaan we pubshows doen. Dan gaan we wat grotere cafés in een soort van Ierse setting met lekkere instrumenten op schoot, lekker jammen, lekker alle leuke vrolijke liedjes spelen. En dan vanaf januari weer theater in. Dus we hebben het druk zat. Zijn de theaters inmiddels alweer geboekt? Want het gaat altijd ver van tevoren. Ja, die zijn geboekt. Ze komen op onze website. We gaan in januari weer beginnen met de reprise. En hou vooral onze website in de gaten, onze agenda, onze Facebookpagina. En dan zit er vast wel een theater bij jou in de buurt tussen.